en welkom aan alle stieren. Welkom bij jullie eerste maandelijkse horoscoop voor het teken stier voor januari 2014. Eerst en vooral een klein dankwoordje of een groot dankwoordje aan alle stieren die de video bekijken, die mij ondersteunen, die readings hebben besteld. Dat is natuurlijk heel fijn om verder te doen in 2014 met deze video's. Maar terug bij het teken stier. Wat hebben de planeten in petto voor het teken stier? Ik denk dat het een leuke maand kan worden voor de stieren om de blik te verruimen. Er is zo'n nadruk op jullie negende huis. En dat is het huis van de steenbok. En er bevindt zich daar nu een stellium. En wat is een stellium? Dat is drie of meer planeten in hetzelfde teken. Dus niet alleen Pluto is daar, de planeet van de transformatie, maar ook Mercurius, de planeet van de communicatie. En ook de zon en Venus. Venus loopt retro, zogezegd retro, in dat negende huis. Wat is het negende huis? Het is het meeste filosofische huis. Het is het huis van ons geloofssystemen, waarin we geloven. Dus het is een vrij belangrijk huis. Op een ander niveau is het ook reizen. Dus een aantal onder jullie zullen in januari reizen en waarschijnlijk terugreizen naar een plaats waar je al bent geweest, omdat Venus retro loopt. Voor degenen die single zijn, kan het interessant zijn om op reis te gaan om iemand te ontmoeten. Venus, planeet van de liefde, in het huis van reizen. Voor nog andere stieren kan het simpelweg te maken hebben met het feit dat men bepaalde denkpistes, of nee, bepaalde visie dat men heeft op het leven, dat men die gaat herbekijken met Venus die retro loopt in dat bepaalde huis. Venus heeft te maken met waarden, niet alleen met de liefde, maar ook met waarden. En als dat doorheen het huis gaat van geloofssysteem, wil het zeggen dat je bepaalde dingen gaat veranderen. Een concreet voorbeeld kan zijn dat je eigenlijk nooit hebt geloofd in, ik zeg maar iets, in homeopathie en dat je daar nu in begint te geloven. Of vice versa. Dus het is alles waarin dat je gelooft en die ook een ruime blik, jou een ruime blik geeft op het leven, daar zit er verandering in. Dus een leuke verandering hopelijk voor jullie, voor de stieren. Bedankt in ieder geval voor het kijken en tot volgende maand.